de kracht van een ster. Een rivier verliest zijn bedding door die ene steen. Perfecte combinatie van sexy en schattig ben. Oeh, zo'n slechte pick-up line. Julia! Oh, hoe verhield jij daarvan? Toen ik nog niet beter wist. Oh. Hey, ik vind je echt heel leuk. Ik kan heus wel gelukkig zijn zonder man, hoor. Lars. Niet doen. Hallo Irene, Linda, Pieter, Jan. Het is inmiddels traditie in dit gala. Jullie worden nog één keer in het zonnetje gezet. Ik heb een vleesjurk thuis gelaten, maar speciaal voor jullie drie optredens in een medley van de artiest van dit moment, Lady Gaga. Ik zeg Gaga, oulala, it's showtime! Wil iemand een brood? Of iets? Ja? Wat wilt u? Ja. Deze? Ja. Oh ja. Oh, dat is niet goed. Nee. Nee, dat is niet goed. Eerst tegenhouden. Oh, ik moet eerst tegenhouden. Anders dan krijg je een misselijk broodje. Ja, dan krijg je een gat erin. Zullen we even een nieuwe proberen? Nee, maar dit kunnen mensen toch wel eten zo? Denk je niet? Vind je dit rommelig? Ik kom er zo aan hoor. Je wordt zo geholpen. Zolang ik je niet verlies. I hope you guys like it. I already did my face makeup and then we're going to start with our eyes. We're going to do our base with a white pencil.
One of the main things I get told when I show people a picture of me with makeup, like in my videos, and when I'm without makeup in front of them in person, they always say, but you look so much slimmer. Let me introduce you to the world of contouring. Contouring is my religion. So today, to sculpt one side of my face, I'll be using the Kat Von D Shade and Light palette. It is time to let go and be truly free. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. Now, so surreal saying this, filming this video is scary, but it feels so liberating and freeing. I've been wanting to share this side of myself to all of you for so long, but I could never figure out the timing. Good evening, Europe. It's Nikki Tutorials, your online host. Tonight, I will update you on everything that is going on online. This week, I video called the 2020 artists and asked them what keeps them busy. How are you holding up during this quarantine? You know, I walk my dog in the morning. How is your dog? Gigi.